Het Stedelijk Museum is een museum in Amsterdam voor moderne en hedendaagse kunst. Ben jij er al eens geweest? We hebben 5 jongeren gevraagd om een uur helemaal alleen rond te lopen. Wat is ze opgevallen? Ik lette heel veel op mensen, gewoon wat ze deden en met wie ze waren. Eigenlijk meteen toen ik binnenkwam, ving ik discussies op tussen bezoekers en bewakers over wat wel en niet mocht. Niemand wist echt precies wat hij ervan vond. Ik heb niet heel erg gelet op anderen. Ik heb vooral zelf gewoon gekeken. Maar waar keek je dan naar? Naar de schilderij die ik interessant vond eigenlijk. Het was allemaal heel kleurrijk. Heb je wel eens over een schilderij nagedacht? Het begint vaak met een leeg wit vlak. Wat er daarna op te zien is, verschilt elke keer. Het ligt eraan wat de kunstenaar besluit te schilderen. Het Stedelijk toont nu de schilderijen van de Russische kunstenaar Kazimir Malevich. Hij was 17 jaar toen hij besloot om te gaan schilderen. En hij is er nooit meer mee opgehouden. Nou ja, totdat hij overleed in 1935. Een eeuw later is hij wereldberoemd. Maar wat maakt hem zo bijzonder? Heel veel geloof in zichzelf. Hij was, geloof ik, nogal arrogant zelfs. Heel indringend, maar ook wel weer op een goede manier. Alsof je de les wou leren. En wat maakt zijn kunst zo bijzonder? Dat Malevich heel veel verschillende stijlen heeft gedaan. De meeste kunstenaars hebben echt één soort, zeg maar, waarin hun schilderen. En dit is allemaal heel anders. Dat vind ik er wel heel leuk aan. Vooral de 2 muren met alle werken waar eigenlijk niks meer te herkennen is. Alle geometrische vormen. Wat is zijn meest beroemde schilderij? Ja, het zwarte vierkant. Het symbool is het zwarte vierkant, denk ik. Dat zwarte vierkant is heilig. Ook omdat het zo hoog ging. Echt in het middelpunt van de hele zaal. Het zwarte vierkant is 100 jaar geleden geschilderd. Maar wat voel je als je er vandaag de dag naar kijkt? Heel relaxed. Het is iets waar je naartoe wil. Maar je weet niet waar je naartoe gaat. Je weet ook niet of je terugkomt, maar je wil het. Je verlangt ernaar. Ik heb nog nooit echt zo diep naar kunst gekeken, volgens mij. Wat is jouw favoriete schilderij van Kazimir Malevich? Het zwarte vierkant of toch iets anders? Kom naar het Stedelijk en ga zelf op onderzoek uit. En heb je nog tips? Goed kijken.